Het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken resorteert onder de directeur operationele diensten van het ministerie van Justitie en Politie. Dit onderdirectoraat is van dienstverlenende aard en is belast met het vreemdelingenbeleid in Suriname. Dit beleid wordt in samenwerking met andere actoren uitgevoerd. Het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken houdt zich onder andere bezig met het in behandeling nemen van aanvragen tot verblijf, verlenging verblijf, vestiging en naturalisatie en ook nog het in behandeling nemen van aanvragen van vreemdelingen in de asielprocedure. Verder zijn we belast met het in behandeling van aanvragen die te maken hebben met het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit. Dat kan in gevolg artikel 5, artikel 12, artikel 8 en artikel 21. Ook is het onderdirectoraat belast met het uitzetten van alle vreemdelingen die niet gewend zijn in Suriname. De onderdirecteur Vreemdelingenzaken, mevrouw meester Rachelle Groenveld, geeft aan welk beleid is uitgevoerd in de afgelopen periode. Het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken heeft zich de afgelopen tijd toch wel bezig gehouden met een aantal zaken. En een van de zaken is onder andere, we hebben gelet op om de kwaliteit te verbeteren van de dienstverlening. De dienstverlening hebben we zodanig aangepast, omdat wij zijn overgegaan tot automatisering. En dat houdt namelijk in dat eigenlijk van elke plek vanuit Suriname je een aanvraag digitaal kan indienen. Voorheen was het zo dat je eerst naar een loket ging om je documenten aan te bieden en vervolgens werd je geholpen door een ambtenaar die zeg maar, de beoordeling deed. Maar dat gaat nu allemaal digitaal. Een van de andere zaken die wij ook hebben de afgelopen tijd is dat wij zeg maar, kijken naar mogelijkheden dat mensen zeg maar, geholpen worden bij het digitaal indienen. We hebben gemerkt dat dat soms een issue kan zijn, dat niet iedereen met de computer weet werken. En waar we nu naar kijken is dat we kijken naar de mogelijkheid te creëren om die categorie ook ergens onder het ministerie van Justitie en Politie die dienstverlening te kunnen genieten zodat ze ook daarbij een plek kunnen, zodat de zaken digitaal kunnen worden aangeboden. Er is gewerkt aan het upgraden van het personeel en dat houdt in dat wij het afgelopen jaar een aantal personeelsleden hebben getraind in de diverse talen. Dit is samenwerking met de verschillende ambassades. Zo hebben de personeelsleden zeg maar, een training gevolgd in Mandarijn, Portugees, Spaans. En we kijken nu naar het volgende module. En die zijn allemaal met goed gevolg doorlopen. Wat we nog meer hebben is dat we kijken naar mogelijkheden om een beetje beter samen te gaan werken met de overige partners. Zoals we kijken naar het vreemdelingengebeuren, is het niet alleen vreemdelingenzaken die een rol daarin vervult. Maar zo ook zijn er een aantal partners binnen verschillende ministeries die ook een onderdeel daarvan zijn. Zoals bijvoorbeeld de immigratiedienst, de vreemdelingenpolitie, het Centraal Bureau voor Burgerzaken. En nu kijken we naar de mogelijkheden om ook digitaal informatieuitwisseling te doen. We zijn nog niet zo ver, maar we zijn eigenlijk aan de start daarvan om te kijken wat de mogelijkheden zijn daarvan. De afgelopen maanden hebben wij geprobeerd om de dienstverlening dichter bij de gemeenschap te brengen. We zijn geweest naar onder andere Sipaluwini, naar Brokopondo en nog laatstelijk naar Mikeri om de gemeenschap voor te lichten hoe zij de aanvragen moeten indienen en wat er allemaal nodig was. En als we kijken naar de respons vanuit de gemeenschap, waren ze blij dat we dichter bij hun waren om, zeg maar, om die informatie te delen. We kijken nog naar mogelijkheden om na te gaan om dit op frequente basis te doen. Zodat mensen weten dat we binnen een bepaalde tijd daar langskomen en dat mensen met hun vragen al daar zijn, zodat die beantwoord kunnen worden. We willen zodanig onze dienstverlening vergemakkelijk, laagdrempelig maken, dat mensen weten van vreemdelingenzaken is er, om eigenlijk zeg maar, daar te zijn om ze te helpen, om zodoende een legaal verblijfstatus in Suriname te hebben. Het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken wil een aantal zaken realiseren. In de toekomst willen we verder werken aan onze processen, procedures en het beleid verder aanpassen aan de hedendaagse tijd. Verder kijken we ook, willen we ook een volledig migratiebeleid gaan uitstippelen die gekoppeld is aan het bevolkingsbeleid. Een van de belangrijke punten is ook te kijken naar inburgering bij naturalisatie. We merken dat mensen over 5 jaar zeg maar, in de gelegenheid worden gesteld om de Surinaamse nationaliteit aan te vragen. Maar de vraag wordt steeds gesteld, zijn ze dan wel ingeburgerd in Suriname? Het is van belang dat we steeds verder uitvoering gaan geven daaraan. En dat we toch wel een bepaalde inburgeringsbeleid hebben.
zodat dat ook kan worden toegepast. Het is ook van belang dat de regelgeving met betrekking tot vreemdelingen verder wordt aangepast. De laatste wijziging is van 1991. Met een aantal wijzigingen, het migratiebeleid op nationaal en internationaal vlak, is het toch wel noodzakelijk dat de vreemdelingenregelgeving wordt aangepast. Dat zijn de verschillende toekomstplannen van vreemdelingenzaken. En dit waarom wij dat doen, is dat wij toch wel willen uitbieden. Dat we toch wel in de afgelopen jaren zijn uitgegroeid tot toch wel een professionele organisatie.